Hey Steenbok, welkom bij jullie reading. Drie engelenberichten die ik uh, voor jullie uh, zal ontleden. Als eerste wil ik alle Steenbokken bedanken voor jullie erkenning en waardering richting mij de laatste tijd. Um, ontzettend dank je wel ook voor jullie donaties, uh, voor jullie reacties en jullie openheid hier op dit kanaal. Ik waardeer alle steun die jullie mij uh, gestuurd hebben. Enorm bedankt. We gaan kijken naar jouw drie berichten. Heiligbeenchakra. chakra. Je bent op dit moment zeer gevoelig voor chemische stoffen, voedingsadditieven, kant-en-klare maaltijden en allerlei energieën. Ontzie jezelf en je gevoeligheid door vrede onderwerpen, situaties en mensen uit de weg te gaan. Ja, Heilige beestchakra, dat is je basischakra, je wortelchakra. Aartsengel, Michaël. Michael, clarity, truth and protection. Je even terugtrekken. Het is nu de tijd om je even uit de wereld terug te trekken. Ja, misschien vanwege je hooggevoeligheid en mag je leren om daarmee om te gaan. Vandaar dus misschien ook aartsengel Engel Michael die hier ja, die bescherming aan komt bieden. En alles wat jouw uh, gevoeligheid aantast op dit moment, uh, ja, mag je verwijderen uit je leven. Dat kunnen zijn mensen, situaties, uh, vrede onderwerpen staat hier dan bij. Uh, dus echt letterlijk even jezelf terugtrekken om jezelf te versterken. Um, het kan zijn bijvoorbeeld door vermoeidheid, door ziekte, dat jij laag in energie komt, waardoor je dus ook gevoeliger wordt voor bepaalde energieën. The way forward is open. You're not trapped. Possibilities and opportunities abound. I will guide you to personal and spiritual freedom. Ja. Yeah. Um, de weg vooruit is open. Ja, dus je gaat vooruit. En je wordt ook begeleid in jouw persoonlijke, jouw aardse ontwikkeling en je spirituele ontwikkeling. Nou, en ik heb sterk het vermoeden dat het te maken heeft met jouw gevoeligheid op dit moment. Of dat nou komt door ziekte of vermoeidheid of ja, gewoon je ascensiereis. Uh, je hebt bescherming nodig in die tijd. Hè? Want je, je kan dan ja, door allerlei negatieve energieën ook aangevallen worden. Behulpzame mensen. Het ja. kunnen behulpzame mensen zijn op aardsvlak. vlak, die jou ondersteunen in jouw spirituele ontwikkeling, in jouw ascensie. Uh, maar ook uh, de spirituele wereld. Holy Spirit. The light of God awakens in yourselves. You are a drop of the Holy Spirit. Let the peace of the Spirit flow through you. Dit ja. gaat over de bron, God, het universum. Welke naam jij daar ook aanhangt, het gaat erom dat jij um, je godsbewustzijn gaat ontwaken, de um, eenheidsbewustzijn noem ik het vaak. En je gaat dus ook ontdekken dat jij, ja, hier staat dan een druppel bent van de bron. Je bent een, een, een stukje ziel, zeg maar, van de grote ziel. Uh, die wij God of het universum of de bron noemen. Jij bent daar een onderdeel van. En dat onderdeel zit in jouw fysieke lichaam, in jouw menselijke lichaam. En daarin mag ja, je mee connecten natuurlijk, dat mag samensmelten: die twee. Het lichaam, het, het aardspersoon met de ziel. Oké, okay, wat komt daarbij? De magier. En nog een grote arcane kaart. Change your life. Dit is nummer 16. De toren. Oké. Okay. En de koningin van munten. Twee grote arcane kaarten. Dus daar is een grote shift gaande. Misschien zit je in een transitie. Op dit moment van 5D naar 12D. Want 12D, ja, daar spreken we over. Die eenheidsbewustzijn. Het kan dus zijn dat je in zo'n overgangsfase zit, waardoor je dus gevoeliger wordt en meer open staat um, voor negatieve energieën. Ja, en dat is ook wat die toren misschien laat zien in jouw bericht hier: dat er dus dingen drastisch kunnen veranderen, en ja, dat, dat je de negatieve kant opgetrokken kan worden, maar ook het, naar de positieve kant. En je hebt echt bescherming nodig. Uh, de magier spreekt ook over energie, alchemie. Um, dus ja, dat staat wel centraal voor jullie hier in het eerste bericht. Ik heb het vermoeden dat je ook de uitdagingen gaat krijgen hierop. Uh, op, op jouw gevoeligheid, jouw energie en hoe je daarmee om kan gaan. En spirit is jouw. Begeleider, zeg maar, om je hierbij te ondersteunen, de inzichten door te geven wat wel goed is en wat niet goed is voor jou op dit moment. En om echt die heldere inzichten te ontvangen, is het ook heel belangrijk om jezelf terug te trekken, bij jezelf te zijn en even uit de energieën van anderen bent. Want als je zo open staat, gevoelig bent, kan je dus energieën van anderen overnemen en weet je niet meer wat van jou is. Ares Engel Gabriel, je zult binnenkort positief nieuws krijgen. De kanalen voor duidelijke en eerlijke communicatie staan nu open. Houd je hart open en vertel je waarheid vol liefde zonder angst. Ja, dit is het ook, hè? Um, wat ik net zeg: zorg dat je op jezelf bent, weg uit andere energieën, zodat jij die inzichten door gaat krijgen die voor jou op dit moment belangrijk zijn om jouw energieveld te versterken. De weg vooruit is geopend. En wanneer we in 12D zijn, komen we op die middenweg terecht. En daar is de weg open. Dit is de weg van oneindige mogelijkheden. Het is niet meer de weg van 3D. Het is niet meer de weg van 5D. Het is die twee werelden samenbrengen op het pad van 12D. Heiligbeenchakra vertelt ook over angsten, um, de veiligheid en wanneer je in zo'n transitie zit, kunnen dus bepaalde angsten tevoorschijn komen, zorgen kunnen tevoorschijn komen. Maar mijn ervaring, vanuit mijn ervaring weet ik ook dat er heel veel van andere mensen zijn. En daarom is het ook heel belangrijk om tijdens die transitieperiodes jezelf terug te trekken en op jezelf te zijn. Voor veel mensen is dus ook de overgang uh, aan het einde van het jaar. Dat kan zo'n transitieperiode zijn. Hoeft niet, want je hebt tussendoor ook wel transities. Maar voor de meesten is die overgang aan het einde van het jaar. Um, want je voelt dat de energie in december altijd heel anders is dan, dan de rest van het jaar. Uh, het is veel rustiger in de zin, omdat iedereen zich gaat terugtrekken naar binnen, letterlijk. Want het wordt koud buiten, het wordt donker buiten. Er zijn niet meer zoveel buiten, we zijn niet meer zoveel onder de mensen. In vergelijking tot de zomer bijvoorbeeld. He, dus het, gaat, het gebeurt eigenlijk al automatisch. Um, maar voor de spirituele mensen, he, die dus daar bewust van zijn, die zien dit ook uh, bewust gebeuren. He, dat, dat je jezelf bewust gaat terugtrekken om op jezelf te zijn en niet in andermans energievelden te zijn. Omdat dit uh, ja, gewoon de belangrijke transitie kan zijn. Oké, okay. okay. dit is jullie eerste bericht. <tacht> Het tweede bericht voor Steenbok. De basischakra. We hadden toch net de heiligbeenchakra. Dat is toch hetzelfde? Ben ik nou in de war? Heiligbeenchakra, dat wordt toch ook de basischakra genoemd? Dat is toch hetzelfde dek? Ja. Hoe hmm. doen je hier dan de tweede chakra mee? ja, Maakt niet uit. Ik denk het dan. <laughs> Wat apart. Nog nooit opgevallen. Kies alleen voor positieve gedachten om je huis, je carrière en je financiële toestand te beschrijven. Want je woorden zullen het uiteindelijke effect bepalen. Ja, dit gaat echt over de basischakra. Um, want dat staat ook vaak in verbinding met het financiële. Um, en dan heeft dit te maken met de tweede chakra. Ja, dat staat in teken van gevoel. Gevoelig zijn. Ja, oké. Okay. Dan weet ik dat ook. <laughs> ja, ik noem het altijd de sacrale chakra. Uh, misschien daarom. Goddess Lakshmi, Prosperity, Beauty and Fortune. Excuses voor de verwarring hoor. <laughs> Laat je ex los. De tijd is gekomen om je energie op te schonen. Ja, en dat is ook weer die kaart hè, van even een tijdje terugtrekken. Waar ben je? Het is nu de tijd om je even uit de wereld terug te trekken. Dus ja, misschien moet je nu loskomen van een bepaalde ex-persoon, um, omdat je daar te veel in die energie hebt gehangen. En energie heb overgenomen. En kom je weer terug in jouw eigen energie om te ontdekken. wat is van mij en wat is van die ander geweest? Your vibration is rising. This is a time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy a higher energetic frequency. Dus jouw vibratie gaat echt enorm verhogen, omdat je op jezelf gaat zijn uit de energie van anderen. De situatie zal verbeteren. Nou, dat zal het ook zeker. Ja. En. De Sirius Star Beings. The frequency of your energy body is rising. Nou ja. Receive new impulses of light with love. Let Sirius activate the cells of your brain. Wauw. Ja. Steenbok. <laughs> dat is wel duidelijk, hè? Je vibratie gaat verder verhogen. Uh, je frequentie. Ehm. Um, Je komt veel meer in licht. Um, je gaat dus veel meer ontdekken wat je wel en niet in jouw energieveld wil hebben. Of dat nou mensen zijn, of situaties, of misschien bepaalde social media, geen tv meer kijken, um, dat soort dingen, het nieuws niet meer kijken bedoel ik. Um, he, dus je, je wordt heel erg selectief in wat je wel en niet meer wil hebben in jouw energieveld. Uh, ja, en dat hoort ook echt wel bij het 12-D systeem. Omdat het gaat om je lichamelijke systeem, je energetische systeem, je energetische lichaam en je fysieke lichaam, zeg maar. Um, dat, dat wordt voor jou heel duidelijk. Um, nog duidelijker. De situatie zal echt gaan verbeteren. Uh, wanneer jij dus echt uit de energie van anderen gaat komen die niks meer toe te voegen hebben aan jouw leven. En je gaat echt een verschil merken. De tijd is gekomen om je energie op te schonen. Letterlijk. Uh, de tien van bekers. De 9 van zwaarden. En de emper. Ja, dan heb ik toch weer die angstkaart wat terugkomt. Zeg maar. uh, de basischakra spreekt over angsten. Uh, de, de tweede chakra spreekt dan misschien over die angstgevoelens. Uh, wat je dus misschien hebt overgenomen van anderen. Uh, die dus hè, niet met innerlijk werk bezig zijn of dergelijke. Die dus heel veel angst en zorgen meedragen. En die heb jij opgepikt en als persoonlijk ervaren. En ja, in, in vuile energie heb gezeten van anderen. Team van Bekers, dat is de kaart van de ultieme liefde. In dit geval, hoe ik het zo lees, is het. Uh, je, je behaalt het hoogste haalbare zeg maar in. Je liefdesenergie. Hè? Je, je vibratie verhoogt. Goddess Lakshmi is ook die vrouwelijke energie, liefdesenergie. Dus als we van 1 tot 10 kijken, dan ga jij die 10 bereiken in jouw vibratie vanuit de liefde voor jezelf. Je gaat er echt achter komen. Hé, hey, dat is niet van mij geweest. Dat is niet van mij geweest. Dit is allemaal van anderen geweest. En het raakt steeds verlichter en verlichter. Je situatie gaat steeds meer verbeteren. De Empor, dat is de mannelijke energie, is de energie van het ondernemen. Dus jij hebt ook wel een taak, zeg maar, ook om je gedachten aan die ex los te laten. Uh, de emoties los te laten van jouw ex. Uh, en al die energieën die vastzitten aan jou, energetisch. Hè, dus ik noem dat altijd parasieten. Um, die aan jouw energetisch veld kunnen hangen, maakt dit schoon door bijvoorbeeld met Sirius samen te werken. Dat kunnen al jouw gidsen doen, het maakt niet uit wie jij ervoor uitkiest. Hier kreeg je arts Engel Michael, die kan dat ook doen. Uh, maar hier komt Sirius tevoorschijn, misschien heb je daar ook affiniteit mee. Hè? Dus dan kan je die ook aanroepen om jouw energetisch veld ook te zuiveren hiervan, van al die energieën van jouw ex of andere mensen. Die je gaat loslaten. Uh, dat is hetgene wat jij mag ondernemen. He, jij hebt de taak om mentaal los te komen, emotioneel los te komen, um, je energieveld te reinigen, te zuiveren. En wat jij niet kan, vraag jij aan jouw gidsen. Vertrouw. Verlies je vertrouwen niet. De onweerswolken zullen snel verdwijnen en de zon zal weer gaan schijnen. De situatie wordt verbeterd. En het wordt echt verbeterd omdat jij. Bepaalde mensen gaat loslaten. Ik voel heel duidelijk mensen. Het kunnen ook situaties zijn. Hè? Bijvoorbeeld een werksituatie die niet meer dient. Wat jou kan verlagen in je energie. Maar ik voel hier echt mensen die aan jou zitten. Um, in jouw energieveld zitten. Angsten overbrengen. Alles wat jij oppikt is niet van jou. Het meeste is niet van jou. Ik wil niet zeggen alles. Maar <laughs> um, het meeste is van anderen. Als je in 12D komt, dan heb jij je innerlijk werk gedaan en dan weet jij ook waar jouw shit vandaan komt. Um, ja, en als jij het gevoel hebt waarvoor heb ik hier nog steeds angst voor, of waarvoor, waar komen die zorgen nou eens vandaan, nou, dat kan zomaar van die ex persoon zijn of andere mensen waarmee je in aanraking bent geweest. Goed, dit is jouw tweede bericht. Je derde bericht, de laatste. Even wat drinken. Even de keel smeren. Wat hebben we? Vorige levens. Deze kwam net ook bij uh, Steenboog. Nee, jullie zijn steenbo Boogschutter. De situatie is gebaseerd op een van je vorige levens. Vraag de engelen om je de ervaringen van je vorige leven te helpen herinneren. Los te laten. Ervan te leren en heel te worden. Aartsengel Christio. Nou, die ken ik dus niet. Light. Higher consciousness. En Christ light. Oké, okay, het Christuslicht. Ja, wat ik al zag, je komt in die team van het licht terecht. En dit spreekt allemaal over licht en hoger bewustzijn. Let op tekens. Er zijn waarschuwingssignalen. Ja, dit is ook heel belangrijk om dit ook nu te gaan leren. Dat wanneer je in aanraking komt met bepaalde mensen, uh, dat jij dit niet gaat overnemen. Want hoe hoger jij komt in jouw bewustzijn, hoe lager jij gaat in, een, in je helingsproces. Um, en in dit geval ben jij dus aan het uitzuiveren van vorige levens. Dat is ook echt 12D. Um, he, dus op cellulair niveau, lichamelijk niveau, en hoe opener jij wordt, hoe lichter jij wordt, en hoe meer vuil daar ook aangetrokken wordt. Let op de tekens. Je lichaam gaat het meteen aangeven. Je bent in gesprek met iemand en je raakt helemaal vermoeid, dan weet je al genoeg. Of je begint in een situatie je trekt een situatie aan en je raakt vermoeid of je krijgt andere klachten dan weet je genoeg de uitkomen meteen loslaten. Zo ver zou je moeten zijn dan. Regain your focus. trivial life matters are distracting you from your goals. Archangel Metatron and I are here to help you stay grounded. Oké. Okay. Dus je focus terugbrengen naar jezelf. Hè? Dus echt letterlijk terugtrekken. Naar jezelf toe komen. In jouw eigen energieveld zijn. En alles laten zuiveren waar jij dus zelf niet bij kan. Um, zuiver je huis. Zorg ervoor dat er geen spullen meer staan waar je energetische verbindingen mee hebt. Uh, met, met exen of andere mensen. Weg ermee. Zorg dat energetisch alles schoon wordt. Want je bent zeer gevoelig. Voor energetisch vuil geworden. Um, en dit kan, kunnen dus ook allerlei afleidingen zijn van jouw pad die je aan het bewandelen bent voor jezelf. Zoek naar een teken. Nou, je hebt hier let op tekens. Zoek naar een teken. Nou, we zoeken nooit naar tekens. Tekens komen op ons pad. Je hoeft daar niet naar te zoeken. <laughs> Ik vind het een beetje een rare uitspraak eigenlijk, eerlijk gezegd. En Teken komt op jouw pad. Een inzicht slaat in. Dat, dat zie je ook op deze kaart. Het slaat in in jouw systeem. Een helder inzicht. En de tekenen krijg je vanuit jouw gidsenteam. Um, je ziel werkt vanuit jouw lichaam. Dus bijvoorbeeld wat ik net zeg, bijvoorbeeld je bent in gesprek met een persoon en je wordt heel moe of heel verdrietig of heel erg boos. Um, is dit van jou werkelijk of is dit van die andere persoon? He, dus jouw ziel reageert via jouw lichaam. Jouw ziel weet het, He, weet precies alles, en die geeft dus een teken, een signaal via jouw lichaam. Dat kan zijn die vermoeidheid, dat kan zijn een bepaalde emotie die ineens naar boven komt. Uh, het kan zijn dat je hoofdpijn krijgt. Ik noem maar dingen. Let op die tekens, waarschuwingssignalen. Je ziel werkt vanuit jouw lichamelijke systeem. Vanuit jouw energetisch systeem. Je spirit werkt vanuit je omgeving. Hè? Dus um, je energieveld. En die brengt inzichten op jouw pad. Door liedjes, veertjes, um, herhalende um, verhalen die je hoort. Noem maar op. Uh, artikelen die je op je pad krijgt. Dat is allemaal spirits werk. En dat komt allemaal in jouw eigen energetisch veld. Hè? Um, en je ziel vanuit jouw lichaam. Aartsengel... Oh, sorry. Ik ga er van boeren. Aartsengel <laughs> Razio. There is light at the end of the tunnel. Feel new hope sprouting within you. Let ratio hold the light in front of you. Alles staat in teken van licht voor jullie. Het wordt heel licht um, in 2023 voor jullie. Decisions... Engel Jovial, dit is. Even kijken waar. De duivel. Oké. Okay. Release yourself from that which holds you back. A need to detox. Hadden we niet al detox hier ergens? Ja, hè. In het eerste bericht. Uh, ook met de kaart van heiligbeenchakra. Uh, dat, uh, dat je zeer gevoelig bent voor allerlei energieën en ja. ik had het toch volgens mij ergens gelezen, maar het kan ook weer een ander bericht zijn geweest. <laughs> ik weet het niet meer. Focus your thoughts on your outcome, release. Ja. Nou ja, goed. Ik denk dat het dan een ander bericht is geweest. Maar alles staat in het teken voor jullie van um, opschonen, licht, verlichten. Um, dus detoxen van jouw energieveld, uh, lichamelijk detoxen. De koningin van staven. En dat is de koningin van spirituele ontwikkeling. Dit is in ontwikkeling voor jou. Dit is iets wat je mag leren met jezelf om dit te gaan herkennen. Wat is giftig voor mij als persoon? En wat is giftig voor mijn energieveld? De wereld. A very happy ending. Coming full circle. Ja, dat kom je ook in 12D. Kom, kom jij full circle. Ja, dus je komt in eenheid met lichaam, geest en ziel. Spiritual growth en insight, nogmaals. Ja, dus alles heeft te maken hier met jouw spirituele ontwikkeling verder. In het leren van um, de signalen te herkennen. Uh, wanneer iets giftig is voor jou, personen, situaties, voedsel, um, ja, wat laat je allemaal binnen in jouw lichaam? Wat laat je allemaal binnen in jouw energieveld? Dat is voor jou zeker in 2023 heel belangrijk. Ja, en dan rust. <laughs> Waar je ook bent en wat je ook doet, innerlijke rust is altijd mogelijk. Er is slechts een subtiele verandering van bewustzijn voor nodig. Denk liefde en rust zal volgen. Ja, wat ik al zeg. Haal je uit al die giftige energieën. Kom tot jezelf. Kom in je eigen energieveld. En dat is zeer belangrijk in het 12D-systeem. Um, misschien zit je er al in en is dit op jouw pad gekomen om uh, die inzichten te brengen voor jou. Weet dat jij je vorige levens aan het uitzuiveren bent, dat is een zwaar proces. En als jij dan ook nog eens die giftige mensen in je energieveld krijgt, of giftige situaties, dan wordt het alleen maar zwaarder en zwaarder en zwaarder. En het is heel belangrijk om dit zoveel mogelijk uit jouw energieveld te halen, zodat jij in alle rust jouw vorige levens kan zuiveren, lichamelijk en energetisch. Wauw. Wat een bericht. Steenbok. Ik dank jou voor het kijken. Ik wens je heel veel licht en liefde toe in 2023, maar volgens mij komt dat wel goed. Um, en wie weet, zie ik je snel weer terug bij een volgende video. Doei doei.